Esther kon niet ontkennen dat ze zenuwachtig was. Na een jaar van schoonheidsbehandelingen in het vrouwenpaleis is het nu haar beurt om naar de koning te gaan. Ze is altijd al mooi geweest, lieflijk. Een natuurlijke schoonheid. Sinds de dood van haar ouders zorgt Mordechai voor haar, een familielid. Dapper presenteert Esther zich en koning Ahasveros laat zijn oog op haar vallen. Zij wordt de nieuwe koningin van het land. Bij de poort van het paleis zit Mordechai. Als de eerste minister Haman langskomt, buigen de mensen. Haman is trots en zelfzuchtig. Het is buigen of barsten. Maar Mordechai buigt niet. Ik ben een Jood, ik buig alleen voor God. Als Haman hiervan hoort, wordt hij woedend. Niet buigen, is barsten. Mordechai moet dood. En niet alleen hij, alle Joden in het hele Perzische Rijk. Haman laat het nieuwe bevel opschrijven en vraagt de koning dit te bevestigen met zijn zegelring. Want, zegt hij, er is een volk binnen uw koninkrijk dat zijn eigen wetten houdt. Daar moet u iets aan doen. In alle talen is nu leesbaar, op de 13e dag van de 12e maand moeten de Joden, jong en oud, worden gedood. Zo wordt het bevel verspreid, geschokt. En vol angst wordt het nieuws door de Joodse mensen ontvangen. Wat kunnen ze nog doen? Het bericht bereikt ook Mordechai. Hij stuurt de volgende boodschap naar het paleis. Esther, jij bent de enige die nu iets kan doen. Jij bent ook Joods. Je moet de koning smeken om ons volk te redden. Misschien moest je daarom koningin worden. Voor een tijd als deze. Je kan echter niet zomaar naar de koning. De koning vraagt of jij komt en niet andersom. Esther vraagt aan alle Joden om 3 dagen te vasten. Daarna zal ze naar de koning gaan, tegen de regels van het paleis in. Als ik moet sterven, dan moet dat maar. Kom ik om, dan kom ik om. Esther gaat en Ahasveros reikt haar zijn gouden scepter. Ze is welkom. Esther, wat is je wens? Ik zal je alles geven. Esther vraagt of hij samen met Haman wil komen eten. Tijdens de maaltijd vraagt de koning opnieuw, wat is je wens? Koning, antwoordt Esther, als u van mij houdt, laat mij en mijn volk dan in leven, want er is een plan dat wij gedood moeten worden. Als koning Ahasveros vraagt welke man dit plan bedacht heeft, wijst Esther naar Haman. In plaats van het Joodse volk wordt nu Haman gedood. Koning Ahasveros laat een nieuwe wet maken. Daarin staat dat het Joodse volk zich mag verdedigen. De Joden zijn gered. Ze vieren feest in het hele land. Om dit te herinneren vieren de Joden tot op de dag van vandaag het Purimfeest.